Op deze prachtige donderdagavond komt de PvdA tezamen in Zwolle om over Europa te praten. En dat allemaal aan de hand van dit volslagen onbegrijpelijke rapport. Dat weer is geschreven door, hij is weer terug, Ad Melkert. Wat is dit nou? Dat is van de commissie Melkert, dat gaan we vandaag bespreken. Ja, dat is van november. Hebben jullie er zo lang voor nodig gehad om het zelf te kunnen begrijpen? Nou ja, als je de wereld wil veranderen, heb je soms wat meer tijd nodig dan een dag. Jeetje, wat een volt, joh. Het is volgens mij best mooi drukwerk. Daar is ook alles mee gezegd. Nee. Dit staat vol met achterhaalde sociaal-democratische idealen, man. Die zijn niet achterhaald. Wel waar, en het is alleen maar meer bemoeienis in Europa. Nee. Ja. Nee, anders. Kunt u het zelf uitleggen? Prachtig rapport. Het staat helemaal vol met achterhaalde sociaal-democratische idealen. Dat is uw probleem. Hij gebruikt wel termen, want ik denk, gadverdamme, de crisis kwam van rechts. Uitgerekend Melkert die zoiets zegt, dat is laag en smerig. Bloemrijk taalgebruik staat er soms wel. Nee, maar daar bent u het ook niet mee eens. Nee, de crisis is wel mede ontstaan door het om dat zo te brengen, die term te gebruiken, ons nog even te herinneren aan de uitspraak, de kogel kwam van links, door meneer Melkert, laag. Iedereen gebruikt de woorden die hem kiezen. Hij heeft een raar rapport geschreven, wat iedereen onderuit haalt. Ik denk, nou, toch eens even verhaal halen. Ja, dat is... Sorry. Wilt u niet eens wat over zeggen? Nou, ik ken uw methode, dus daar valt verder niks mee te bewerkstelligen. Dachten we, stof even meneer Melkert af, die eigenhandig de PvdA vermoord heeft in 2002. De bedoeling is dat... Wat raar dat u een rapport schrijft en dan zo het afwimpelt en niks wil zeggen. Dan gebruikt hij terminologie als de crisis kwam van rechts. Moest hij ons nog even herinneren aan de uitspraak toen de kogel kwam van links? Ja, nou, dat is misschien allemaal niet zo heel anders, maar... Dat is heel smerig. Nee, kijk waar uiteindelijk dit rapport om gaat. En nee, maar die uitspraak is wel, zo'n termgebruik is natuurlijk achterlijk. Ja, maar weet je... Ben jij het toch met me eens? Maar daar gaat het hele rapport helemaal niet over. Dus... Nee, lul er maar overheen, maar het zijn wel de woorden die hij kiest. Ja, nou, dat zei ik net, zou ik niet gedaan hebben, maar dat boeit me allemaal niet zo. Ik ben zo bang dat dit het einde van je carrière is. Nee joh, dit is de strijd die we moeten voeren in Europa en ook in Nederland.